En als je klaar bent, dan mag je gewoon beginnen. Ja. Hallo, mijn naam is Lorena Klein. Bijnaam is Lady Pitbull. Ik train onder naam van Etienne Training, onder leiding van Etienne Thesalis. 29 februari ga ik mijn debuut maken op Glory. Ik sta dan tegen een Russisch meisje. Ik ben van plan om daar een mooie show neer te gaan zetten, keihard te gaan knokken en jullie iets moois te laten zien. Oes. Yes, kijkers, kijkerinnen, welkom bij het tweede aflevering van de Road to van Boris TV. Ik ben nu in Assen en hier traint Lorraine de Klein voor haar Glory debuut. Laat hem kijken nemen. Let's roll. Koud. Vertel me, je hebt net een nieuwe vechter, Lorena. Kan je wat vertellen waar ze op voorbereid? Lorena is nu bij mij, nu al bij 2 maanden of zo, ietsje meer. Ze is via Melvin. Melvin had mij gebeld om, voor Lorena, om samen mee te werken. En ja, toen zijn we dat ingegaan. En toen kreeg Lorena natuurlijk die contract bij Glory om te vechten. Dus dat doet ze 29 februari, staat ze daar, om de winst naar binnen te brengen. Tegen wie? Mag er naar buiten komen of zo? Ja, het mag naar buiten komen. Het staat al buiten, maar ik ben die naam vergeten van de tegenstander. Ze kan ook niks vertellen over de tegenstander? Ja, ze kan vertellen, maar alleen het naam. Ze kennen ook alleen het naam. Wij verder maken ons niet druk met tegenstander. Wij zijn kickboxers. Mm-hmm. Dat is wat ik met al mijn atleten leer, al mijn vechters leer. Wij zijn kickboxers, de andere weet ook de kickboxers. De andere heeft ook een trainer die ook alles uit het beste van zijn vechters wil halen om te knokken. Dus wat ik doe met mijn vechters, ik haal ook de beste uit hun om te gaan vechten. Het is een kamp tegen kamp die gaan knokken en kijken wie heeft harder getraind, wie heeft doorzettingsvermogen. Ze is een hele tijd eruit geweest. Ja. Hoe dan opeens zo'n, toch van, ja, zeg maar op de bank zitten, mm-hmm. opeens gelijk Glory. Is dat niet een te grote stap? Ja, dus luister, er wordt gezegd dat ze de hele tijd eruit is geweest. Dat wil niet zeggen dat ze niet blijft trainen. Yes. Ze trainde wel, ze was bezig, maar ze had niet de wedstrijdvisie. En op een gegeven moment wil ze de draad weer oppakken en om de wedstrijd te gaan doen, dan krijgt ze zo'n aanbod. Waarom krijg je zo'n aanbod? Dat is precies wat ik zeg. Zij weet de kickboksen, de tegenstander weet de kickboksen, maar er zijn mensen die ook in, als je kickboks, dat je te gezien kan worden. Mm-hmm. En dat is haar geluk. Dat is Lorraine geluk, dat ze gezien kan worden en mag gezien worden. En daarom heeft Glory voor haar gekozen. Wat is dat sterkste punt? Oh, wat is dat sterkste punt? Alles. Ze is gewoon een vechter. Ja. Dat is alles. We hebben geen specifiek dat linkerhoek of een linkertrap. Nee, hebben we niet. Lorraine heeft dat niet. Omdat wij op alles trainen. Ze kan lange combinatie, korte combinatie. Zolang het komt dat degene die daar komt te staan, die wil vechten, gaat Lorraine vechten. Staat al bekend wat voor contract ze heeft? Of is het nog gebaseerd op hoe ze gaat vechten? Ze heeft eigenlijk een open contract, dus een contract voor deze partij. Maar Glory wil haar graag hebben. Waarom? Ze is een Nederlander. Ze is een Nederlands kampioen. Dat weten we, dat Glory ook dat wil. En Lorena kan het. Ze kan het. Ze kan gewoon die Nederlands kampioen worden. En weet je hoe lang we niet een vrouwelijke Nederlands kampioen hebben? Snap je? En daarom wil Glory dat. En dat gaat Lorena laten zien. Dat moet ik krijgen. Wij willen die belt voor Nederland houden. Dat willen we gaan doen. Vertel me even wat over jouw gym hier zo. Wat is de bedoeling hiervan? Ja, de bedoeling van mijn gym. Ik heb gekozen hier om mijn gym nu steeds groter te maken. Voor niet alleen mijn vechters, alleen maar om alle atleten te helpen. Atleten te helpen te groeien door, weet je, zo, kijk, sommige sportscholen zijn andermaal, zijn klein, zijn groot of zo. Maar soms heeft de vechter net een beetje conditie nodig, extra. Wil ik gewoon een handje bij helpen. Dus dat is mijn visie er naartoe. Daarom ziet ook die naamverandering, niet meer Kilas Cardio Boxing, binnenkort wordt het gewoon E-team training. We hebben gewoon een simpele naam gekozen om iedereen tegemoet te komen. Eind maart hebben we alles helemaal rond, alles, de marketing, alles eromheen, helemaal staat stabiel. We zijn nu nog steeds open voor iedereen, maar dan willen we de grootste publiek, iedereen in Assen, iedereen overal, gaan uitnodigen om langs te komen bij ons. Dus waar kunnen ze langskomen? Straatnaam? Ja, Borgsteen nummer 1.
C in Assen zitten wij. Je kan op onze site kijken, op onze Facebookpage, je, makkelijk te vinden. Je kan ons bellen, overal zijn we te vinden. Ik was aan het voorbereiden voor een partij. En opeens ja, kreeg ik te horen dat je voor Glory een debuut mocht maken. Wat ging er toen door je heen op dat moment? In eerste instantie dacht ik dat het een grapje was. Het viel op 29 februari of het valt op 29 februari. En het is natuurlijk één keer in de vier jaar, geloof ik, schrikkeljaar. Dus ik dacht echt dat ze een grapje maken dat ze minder zijn namen. En later is het besef pas echt binnengekomen. Het is natuurlijk en heel groot en de media zitten bovenop. Dus het is voor mij ook niet een kleine wedstrijd meer. En ik ben er zelf best wel veel mee bezig in het stuk dat ik gewoon... als ik train ben ik iemand anders. Weet je, een moment daarnaast dan ben ik gewoon Lorena en dat wil ik ook gewoon blijven. Weet je. Daarnaast ben ik niet iemand met een hele grote bek. Nee, totaal niet. Ik ben dan echt een heel ja, lief, zacht iemand. Dat je eigenlijk totaal niet kan vergelijken met wie ik ben als ik dan in de ring sta. Dus die balans is voor mij even zoeken, maar het is eigenlijk wel oké. Weet je. Het is en het blijft gewoon een wedstrijd, ook al is het Glory. Ja, weet je, het is ja, een van de grootste organisaties, maar puntje bij paaltje. Het is 3x3. Zij is goed, ik ben goed. Dat is waar het om gaat. Contract staat nog niet vast? Of er vervolgpartijen aankomen? Ja, klopt. Ik vind het ook wel... Leuk dat je dit aankaart, juist omdat inderdaad het heel groot is gemaakt. Lorena heeft getekend bij Glory en terwijl het gaat om een wedstrijd, weet je, alles hangt inderdaad af van deze wedstrijd. Weet je, presteer ik, wat vinden ze ervan en aan de hand daarvan gaan ze kijken, gaan we verder met Lorena of niet. Dus ja, dus ik ben eigenlijk wel blij dat je dit zo aankaart, want ja, er staat nog helemaal niks vast. Vind jij het jammer dat vrouwen kickbox niet zoveel aandacht krijgen als de mannen kickbox? Tuurlijk is dat jammer, alleen het zijn dingen waar ik me eigenlijk niet mee bezig hou. Weet je, als jij mij vraagt wie er nu allemaal aan de top staan, kan ik misschien een paar namen noemen. Mm-hmm. Ik ben er niet mee bezig. Het enige waar ik mee bezig ben is trainen. Ik ben aan het trainen. Ik ben, weet je, dat is wat ik doe. Ik weet niet hoe vaak je bent gestopt en ben begonnen. Vaak. Vaak? Ja. Wat is de reden? Is het, want is het heeft te maken met de geldkwestie, want het is toch vrouwen kickbox? Ik weet niet of er verschil qua money in zit. Is dat, heeft dat ermee te maken? Ja, zeker dat er een verschil qua money in zit. Glory is natuurlijk ook wel wat anders. Dat is wel fijn. Waarom ik steeds stop? Kijk, op dit moment heb ik echt de ideale situatie. Ik hoef nu niks anders te doen dan te trainen. Weet je, ik eet, slaap, train. En dat is wat ik doe. Hiervoor had ik mijn eigen zaak. Ik gaf les. Nou ja, vrienden, vriendin. Ik verloor mijn plezier. Ik moest presteren. Ja, nu op dit moment heb ik gewoon weer plezier in het stukje vechten. Weet je, Etienne die haalt bij mij iets naar boven. Mentaal groei ik, fysiek groei ik. En daar, dat is iets wat ik heel lang heb gemist. En ja, als ik dit voel, wil ik ermee door. Eerlijk, ik denk dat ik nog lang niet op mijn top zit. Ik denk dat met Etienne erbij, dat ik pas over een jaar of twee, dat ik dan... op de top ben. Ja, dat ik op mijn max ga zitten. En dan nog door kan gaan. Maar Lorena is nooit 100% geweest. Nog nooit in de topvorm die ik kan zijn. Dus nee, ik ben er nog wel even. Maar wat was het doorbraak dat je echt een beetje naam kreeg? Was het toch met Engeland of zo? Nee. Dat is Japan geweest. Okay. De allereerste keer dat ik in Japan stond, vocht ik het shootboxing toernooi. En in de eerste ronde eigenlijk haalden ze mij een beetje binnen als die underdog. Stond ik tegen de kampioen van het jaar daarvoor. Die heb ik gewoon de ring uitgeslagen. En toen was ik daar binnen. Tenminste binnen, het is niet alleen dat ik haar, ja, dat hadden ze sowieso niet verwacht, weet je, dat ik haar de ring uitsloeg. Maar ik ben gewoon Lorena. Ik ben een showvechter. Opkomst, ik heb nu intussen lange haren. Maar ik had allerlei gekke kapsels, ik kom met salto's in de ring op. Wat was de reden dat je wat meer op de show was en wat minder op het slopen? Het eerste wat bij mij naar binnen schiet is toch Japan. Okay. Ja, want ik heb daar natuurlijk heel veel gevochten, maar daar zijn ze heel veel bezig met het stukje show eromheen. Ja. Ja, en ik heb daar echt veel meer gevochten dan ik in Nederland heb gevochten eigenlijk. Dus dat is daar eigenlijk een beetje vandaan gekomen en er ook een beetje in blijven, omdat ik dat wel ben. Maar ik ben dat te veel gaan doen met, en dat, dan ging het normale knokken erbij weg. Ik heb met je even kort moeten meetrainen. Ik ben afgehaakt. En ik zag wel behoorlijk, je bent gek explosief eigenlijk. Altijd gehad of hoe, ja?
Ja, nou, ik heb natuurlijk, wat ik net al een beetje zei, ik heb eigenlijk mijn hele leven aan topsport gedaan. Ja. En, vroeger was dat turn- en trampolinespringen, dus vandaar ook dat ik vrij sterk ben en explosief. Gebreakdansen ook, dus vandaar mijn gekke tricks in de ring, denk ik. Ik weet het niet, maar ja, ik heb ook wel gewoon het complete plaatje. Ja, explosiviteit, sterk, lenig, ja, alles op en eraan. Ja, hoe ziet je dag eruit? Je begint om 10 uur met sporten? Ja, ja, het verschilt. Dan kook ik vaak hier. Weet je, vind ik leuk voor de jongens. En dan na de training even eitje, wat spinazie, gewoon een gezonde voeding naar binnen. Soms blijf ik hier, lekker op de bank, filmpje kijken, gewoon lekker relaxen. Soms ga ik naar huis, even wat eten daar en dan kom ik dan weer terug. Trainen, eten en weer slapen. Dat is gewoon, ja, ik zeg eigenlijk nu gewoon de ideale situatie. Lorena, die is er weer. Daar ben ik echt zo fucking dankbaar voor. Ja. Okay. Kan je wat vertellen over je tegenstander of zo? Iets. Is die groter dan jou? Is ze breder dan jou? Wat? Breder lijkt me sterk. Denk het ook niet. Maar die weet je nooit. Nee, ik. Waar komt ze vandaan? Rusland. Rusland. Oh, dat kan ze best wel breder zijn. Dat ja, weet je. Nee, Rusland. Nee, ik heb alleen de gezichten gezien. Of de knappe Ofie. Nog. En voor de rest, ik zoek dat nooit op. Weet je, ik ben daar. Vroeger ben ik daarmee begonnen. Dat ik het ging opzoeken en dan raak ik onder de indruk van iemand. Okay. Terwijl trainer heeft dat mij ook geleerd. Ik ben 55 kilo, zij is 55 kilo. Zij traint hard, ik train harder. We zijn allebei professioneel. Zij kan kickboksen, ik kan kickboksen. Weet je, dus ik laat het bij trainer, dat stuk. Als hij gaat uitzoeken hoe of wat, dan laat ik dat bij hem. Ik doe het zelf niet. Ja, weet je het al ergens wat je gaat krijgen? Qua euro's. Ja, maar daar ga ik niet over praten. Nee? Nee. Ook niet even s'nachtjes in mijn oor? Nee. Het doet er ook niet toe, weet je. Ik vecht voor mijn plezier. Ja. En het geld, weet je. Zelf toch ook een beetje voor de money, toch? Nee, eerlijk. Weet je, zodra ik er geen plezier meer in heb, dan kan iedereen mij glory, wie man ook mij bellen, maar ik moet er plezier in hebben, weet je. Ik verlies mezelf anders. En dat is heel vaak gebeurd en dat wil ik gewoon niet nog een keer. Ja, ik heb een passie voor deze sport. Ik heb een liefde voor lesgeven, voor vechten zelf. En ja, tuurlijk, het geld is leuk en geld is handig. Maar weet je, ik ook werkte. Ja, dit is ook werk trouwens, maar nee. Je snapt wat ik bedoel. Ja. Nee, ja, weet je, tuurlijk, het is leuk, maar dat is niet waar ik het voor doe. Nee. Ja, wat kunnen we van jou verwachten in de ring? Laat ons even weten. Dat zijn we ook natuurlijk altijd benieuwd naar, weet je. Ik ben zelf eigenlijk ook benieuwd. Ik wil nu niet gaan zeggen, weet je, ik ga de knock-out staan, maar dat weet ik niet. Tuurlijk hoop ik daarop, maar ik wil gewoon een mooie partij neerzetten. En dat vind ik zelf altijd het belangrijkste, weet je, dat het publiek tevreden is, de promotor tevreden en dat ik genoten heb. Maar ja, als ik kijk naar mijn andere partijen, dan moet het gewoon exclusief, hard en no mercy. Okay. En een beetje show. Een beetje show, toch wel, hè? Okay. Ja. Vertel ze, 29ste. 29 februari, Glory Utrecht. Ik ga er dan staan en ik ga er een hele mooie show van maken. Ik hoop dat jullie komen kijken, want spektakel is toch een beetje gegarandeerd bij mij. Oost. Even wat. Neem maar dat je niet meer opkomt, zou je er meer opkomen? Of hè, als je gewoon hebt, oud even voor de camera. Oh, nice. Met je naam natuurlijk ook. Kikker, man. En gewoon is de feestje. Dat vind ik leuk. Nice, leuk, man. En voor na de partij. Hai, oei. Heerlijk geurtje. Hey. Nice, dankjewel, yes. Man. Yes, thanks. Oes. Yes! Kijk eens, kijk erin. Het was het weer. De tweede Road Toe. Dit keer met Lorraine de Klein. Ik wens haar succes op haar glorie-debuut. Ik heb zelf ook meegetraind, zoals je ziet. Ik moest half even afvaken. De comments werden iets te moeilijk. Maar ik zou zeggen, blijf ons gewoon lekker volgen op ons YouTube-kanaal. Druk even op die abonneeknop. Volg ons op WorstV, official Instagram. En ik zie jullie de volgende keer weer. En daar komt er gewoon weer een nieuwe aflevering van Warriors 2.